Allemaal en allemaal hartstikke welkom bij een gloednieuwe YouTube video. Naar deze video weer een informatievideo. Die video zal gaan over een heel bijzonder beestje. Ik denk niet dat de meeste mensen hem zo leuk zullen vinden. Maar ik hoop in deze video jouw gedachten te veranderen. En ik weet denk ik wel een goed plekje waar die zit. En dan gaan we even kijken of ik hem kan vinden. Overdag zit hij vaak verscholen. En ik meen dat ze hier wel... zitten. Dit is eigenlijk een oud hommelkastje. En als ik geluk heb, denk ik wel dat ik ze moet kunnen vinden. Ja, hier zit hij. Daar zitten ze. Dat is het beestje waar het over gaat. De oorworm. De oorworm. Volgens de meeste mensen een kakkelijkachtig diertje dat door de meeste mensen bestempeld wordt als ongedierte, die mogelijk 's nachts zijn intrek zal nemen in jouw gehoorgang om daar haar eitjes te leggen. Fout! Deze beschrijving heeft met de werkelijkheid echter weinig van doen. In deze video zal ik jou daarom meer gaan vertellen over de oorworm, zodat ook jij hopelijk anders zult aankijken tegen dit bijzondere diertje. De oorwormen, oftewel de Dermaptera, vormen een relatief kleine groep binnen de insecten van zo'n 1800 soorten. Deze soorten komen overal ter wereld voor en zijn wijdverspreid. Nederland kent echter 5 soorten oorwormen. Dat zijn namelijk de grote oorworm, de kleine oorworm, de bosoorworm, de zandoorworm en de meest algemene, waar wij het deze video vooral over gaan hebben, de gewone oorworm. Deze hebben meestal een kastanjebruinachtig lichaam en worden maximaal zo'n 1,5 centimeter groot. Overdag zul je de oorworm niet snel zien. Het is een erg schuw diertje dat zich overdag graag schuilhoudt op warme, vochtige plekken. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan oude boomstammen, onder bloempotten, onder stenen, in bladstrooisellagen, maar ook in bepaalde bloemsoorten, zoals dahlia's. Als de zon langzaam ondergaat en de vochtigheid hoger is, zal de oorworm echter tevoorschijn komen en op zoek gaan naar eten. De meeste oorwormen zijn hierbij omnivoor, wat dus inhoudt dat het alleseters zijn. Wij kunnen denken aan zowel dode als levende plantenresten, zoals bladeren en bijvoorbeeld vruchten, maar ook kleine dode of levende insecten worden aangenomen, waaronder bijvoorbeeld ook bladluizen vallen. Met name in grote aantallen zijn oorwormen in staat om flinke organische resten af te breken, waardoor schimmels en bacteriën beter toegang hebben tot deze afvalstoffen. Dit maakt ze ecologisch erg nuttig en een belangrijke schakel in onze natuur. Tijdens dit zoeken naar eten zal de oorworm zich meestal te voet verplaatsen. Echter zijn er ook soorten die vleugels hebben, waarmee de meeste dan ook nog kunnen vliegen. Deze gebruikt ze echter zelden, waardoor de meeste mensen dit niet bekend is. Deze vleugels zijn bij de gewone oorworm te zien als een klein geel pakketje op het borststuk. Onder deze kleine gele voorvleugels zitten namelijk 2 vliezige achtervleugels waarmee ze redelijk kunnen vliegen. Doordat deze vleugels normaal gesproken wel sterk gevouwen zijn, kunnen ze echter niet zo goed vliegen als bijvoorbeeld libellen of kevers. In rust zijn deze vleugels namelijk al meer dan 40 keer gevouwen, wat ten koste gaat van de vliegkwaliteit. Als het weer langzaam dag begint te worden, zullen de meeste oorwormen hun schuilplaatsen weer opzoeken. Meestal zullen dit dezelfde schuilplaatsen zijn als waar ze de vorige dag gezeten hebben. Dit kunnen oorwormen precies ruiken, waardoor je meestal de volgende dag weer dezelfde oorwormen kunt aantreffen als je gisteren deed. Vaak wordt het schuilhouden in groepjes gedaan, zoals ook hier in deze video de situatie is. Als je goed kijkt, kun je zien dat dit nog jonge oorwormen zijn. Dat kun je onder andere zien doordat ze nog wat kleiner zijn dan de volwassen oorwormen en bovendien nog geen vleugeltjes hebben. Doordat deze echter al wel op de oude versies van het dier lijken, spreken we hierbij van nymfen. Oorwormen maken dus geen volledige gedaanteverwisseling door, maar een onvolledige gedaanteverwisseling en worden daarom ook wel tot de zogenaamde hemimetabole insecten gerekend. Bijzonder gedrag is hierbij de broedzorg, wat weinig voorkomt bij de meeste insecten op een aantal wantsensoorten na. Na de paring, die zo in de herfst plaatsvindt, zal een vrouwtjesoorworm op zoek gaan naar een geschikt plekje om haar eieren te leggen. Meestal zal dit een holletje in de grond zijn. Na de winterslaap zal een vrouwtje dan een nestje maken van zo'n 20 tot 80 eitjes.
Deze eitjes zal ze dan voortdurend likken om ze schoon te houden en bovendien te beschermen tegen uitdroging. De eenmaal hier uitgekomen jongen zal zij veel zorg bieden door middel van een flink moederinstinct. Bij sommige soorten is het zo dat het vrouwtje hierbij voedsel zal zoeken voor de jongen. Bij andere soorten mogen de jongen binnen een bepaalde afstand van het nest zelf voedsel zoeken. Als de jongen dan te ver van het nest af zijn, zal het vrouwtje deze dan weer zelf terugbrengen. Als zo rond begin juni de jongen groot genoeg zijn, zullen deze het nest verlaten. Het vrouwtje is dan bovendien zo verzwakt dat deze meestal spoedig sterft. Zij zal daarna opgegeten worden door haar eigen jongen. De jongen zullen zich dan uitgraven en boven de grond verder leven. Zo rond begin september, na zo'n 4-5 vervellingen, zijn de jongen volwassen en kunnen ze zich dus gaan voorplanten. De oorworm kan zo'n 8 tot 10 gripen vrij oud is. De meeste mensen hebben een afkeer tegen de oorworm. Dit omdat het een plat, kakkelijkachtig beestje is dat graag in kleine spleten en kieren kruipt en de naam bovendien suggereert dat deze graag in oren kruipt. Ondanks dat er waarschijnlijk een paar toevallige gevallen zijn van kampeerders die in het hoge gras liepen waarbij een oorworm in het oor kroop, is een oor ronduit ongeschikt als onderkomen voor de oorworm en zal deze zeker niet de mens 's nachts opzoeken en in haar oor kruipen of, zoals de legende zegt, in de trommelvlies boren en dan haar eitjes leggen. Dit is dus ronduit een broodje aapverhaal. Ook de tangachtige uitsteeksels aan het achterlijf, oftewel de cercie, doen de meeste mensen sudderen en er wordt vaak gedacht dat deze hiermee kunnen steken. Ondanks dat de oorworm hiermee een nauwelijks voelbare kneep kan leveren, is deze dreighouding, waarbij ze de cercie naar boven steken, eigenlijk alleen maar bedoeld ter bluf en kan de oorworm de mens weinig kwaad doen. Deze cercie worden vooral gebruikt om de vleugels uit te vouwen. Ook kan het worden gebruikt voor het vasthouden van eten en dit zo naar de mond te brengen. Daarnaast worden deze gebruikt bij de paring en daarom zijn deze vooral bij de mannetjes veel groter dan bij de vrouwtjes. Hiermee zal het mannetje het vrouwtje vastpakken tijdens de paring. Ook in andere talen wordt dit beestje overigens geassocieerd met het menselijk oor. Zo heten ze in het Duits ook wel oorknijver of oorworm. En ook in het Engels heten ze bijvoorbeeld earwig. Een andere mogelijke verklaring voor de naam oorworm is de vorm van de vleugel die enigszins doet denken aan het menselijk oor. Ook werd deze vroeger als mogelijk medicijn gebruikt tegen doofheid, waarbij gemalen oorwormen werden vermengd met hazenurine. Deze substantie werd dan vervolgens in de gehoorgang gebracht en dit zou dan helpen tegen doofheid. Als het buiten kouder wordt of het erg droog is, zullen de oorwormen meestal naar binnen trekken op zoek naar een warmer, geschikter, vochtiger onderkomen. Hoewel de oorwormen hier binnen eigenlijk niet schadelijk zijn, worden deze door de mensen meestal als hinderlijk ervaren, waardoor ze vaak met man en macht bestreden worden. U kunt hiervoor per preventie zorgen dat kleine kiertjes goed afgedicht zijn en isolatiegaten bovendien afdekken door middel van een rooster. Indien u erg veel last heeft van de oorworm in huis, kunt u deze bestrijden door middel van vochtige doeken neer te leggen die u dubbelvouwt. De dieren zullen dan dit een prettige schuilplaats vinden en zullen dan hierin trekken. U kunt de dieren dan later elders deponeren. Wat u ook kunt doen is een bloempot neerzetten die u half vult met wat stro. En deze dan op een verhoginkje zetten om de dieren de kans te geven erin te kruipen. U kunt dan iedere dag controleren of hier oorwormen in zitten. En als dit het geval is, kunt u deze ergens anders deponeren. En zo is het de bestrijding milieuvriendelijk. Oorwormen zijn chemisch te bestrijden, maar deze bestrijding is ongewenst, aangezien het ook voor andere dieren schadelijk kan zijn, en oorwormen bovendien ook erg nuttig kunnen zijn voor de mens. Doordat oorwormen erg veel van luizen houden en allerlei plaagdiertjes die op gewassen leven, worden ze soms ook ingezet door tuinders. Hoewel oorwormen ook vruchten eten en deze ook eventueel zouden kunnen beschadigen, prefereren ze liever bladluizen boven vruchten, waardoor dit voor tuinders eigenlijk geen problemen geeft en is het desondanks een erg nuttig diertje voor in de tuinbouw. Nou, tot zover deze video. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. Mocht je nog vragen of een opmerking hebben, dan kun je een reactie achterlaten. Mocht je nog een abonnee zijn, vergeet dan niet te abonneren. En tot de volgende video.